Burgemeester Arjen Gerritsen, u bent beëdigd door Andries Heidema, de commissaris van de Koningin Overijssel. Denkt u dat u uw tweede termijn gaat volmaken? Je kunt nooit in de toekomst kijken. Ik ben op dit moment met heel veel plezier en met heel veel vertrouwen begonnen aan een tweede termijn. Die is 6 jaar. Als ik die volmaak, ben ik hier 12 jaar. Dat is echt een hele lange periode. Ik denk altijd, je moet blijven zolang je het gevoel hebt dat je effectief bent. En dat ben ik nu en dat ben ik vast morgen ook nog wel. Maar ik ga niet in de toekomst kijken, dus ik ga me nergens op vastleggen. Ik werk met heel veel plezier in en aan Almelo en dat blijf ik de komende jaren graag doen. Ik stel u die vraag omdat Arjen Maathuis, loco-burgemeester, in zijn toespraak heeft gezegd dat u misschien wel de beste burgemeester van Nederland bent. En dan wordt er aan u getrokken. Dat is een heel mooi compliment. De wethouder heeft ook goede woorden en mooie woorden gesproken. Daar ben ik hem heel dankbaar voor. Je naam wordt wel eens een keer genoemd. Hè. Vorig jaar nog voor Utrecht, terwijl ik daar helemaal niet op gesolliciteerd had. Speculaties hou je toch niet tegen. Ik wens u heel veel succes. Dank u wel.